We zijn hier aanwezig op de Nutslaan, een van de oudste straatjes van Meidrecht, die bij iedereen eigenlijk wel bekend is, omdat je vaak moet wachten voor het stoplicht op de Industrieweg. En dan kijk je altijd naar binnen en dan denk je, goh, wat een leuk straatje, daar zou ik wel wat meer over willen weten. Nou, dat wilden wij ook. En wij zijn even gaan kijken bij mevrouw Meijer. Mevrouw Meijer is hier komen wonen in de jaren 30 en we gaan even een gesprekje met haar doen. We zijn hier bij mevrouw Meijer en mevrouw Meijer woont op de Nutslaan. Ze is een van de oudste bewoners. En, goedemorgen mevrouw Meijer. Hoe lang woont u hier al? 67 jaar. Dat is heel erg lang. Ja. En ik mag het eigenlijk niet vragen. Maar hoe oud bent u zelf? 87. Zo, dat is een hele leeftijd, hè? Met januari 88. Groot feest zeker? Ja, dat is wel de bedoeling. En ja, het gaat natuurlijk over de Nutslaan, hè, want daar zijn we nu. Hoe was dat zo'n 60 jaar geleden om hier in de Nutslaan te komen? Oh, nou, wij kregen een huis toegewezen gekregen. De hele buurt verwoonde 1,75 en wij moesten 2,50 verwonen. Wat bedoelt u daarmee? Huur. Oké. Okay. Per week. Dat was toch eigenlijk wel een aardige hoeveelheid geld dan? Ja. We hadden geen aanrecht. We hadden een kraan bij de buitendeur. Dus toen hebben we zelf een aanrecht gemaakt. Wij konden dan een beetje timmeren. En, want u was 20 jaar toen, ja, u hier kwam wonen. Ja. Met uw man toen? Hoe, ja. Of met, ja? Ja, met mijn man. Daarmee was u getrouwd, ja, toen u 20 was? Ja. Ja. En had u toen kinderen al? Nee. U kwam hier als jong stel, zeg maar, net getrouwd. Kwamen we hier wonen, ja. Oké, okay, en ja. Uw man werkt hier in de buurt? Gerda, weet jij dat nog? Wat, ma? Waar je vader eerst werkte? Ja. Was dat op de Beekon? Of? Ja, hij heeft wel op de Beekon gewerkt, maar hij werkt ook veel bij de boeren, hè? Ja, maar hij heeft veel turfsteken gedaan in Vinkenveen. Ja. Oh, oké. Okay. In de oorlog heb hij turf gestoken. Oh, okay. Ja, want de oorlog brak natuurlijk meteen uit, hè? Ja. 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 Oh, oké. Okay. En dit waren alleen deze huisjes stonden er zo'n beetje in Meidrecht? Ja, in die tijd? Alleen deze. Daarachter waren de tuinen. Ja, wat waren dat voor tuinen? Een moestuin. Groentetuinen. Ja. Om voor uzelf iets te verbouwen? Nou, wij hadden onze tuinen op de spoorlijn. Oké. Okay. Daar kon je een stuk huren. En dat hebben we toen met het niet meteen, maar later hebben we dat gedaan. Oh, oké. Okay. En waar haalde u de boodschapjes vandaan? Op dorp. Okay, maar ze kwamen ook nog langs. De bakker kwam ook aan de deur. Hier in de Nutslaan ook? Ja. Ja. Met een bakfiets. Oh, met een bakfiets, ja. 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 Koken, dat ging dat, hoe deed u dat? Op oliestel. Oh, oké. Okay. En kachel, hè? Ja. In de winter op de kachel. Oké. Okay. Koken, nee, op de kachel? Ja.
Gewoon op de houtgestookte kachel, zeg maar. Hout, ja, kolen. Okay. Want toen heeft mijn man nog een poos bij een kolenboer gewerkt in Alsmeer. Dus dan kon hij kolen meenemen. Ja, voor geld natuurlijk. Kreeg wel een beetje korting, toch? Omdat hij daar werkte. Nou, dat zou ik echt niet meer weten. Nee. Nee. En wat vinden we het leukste aan de nutslaan? Ja, wat vind ik het leukste? Waarom woont u hier het graagst, zeg maar? Ja, ik ben hier helemaal gewend. En ik heb met Nelly Verbrugge, die de man is ook jong gestorven, heb ik altijd heel goed contact. Die woont hier ook in de straat? Ja, die woont schuin tegenover. En Kees, de buurman. Die vrouw is heel jong gestorven, die was 27. En toen hebben wij hem eigenlijk een beetje opgevangen. Ja. En zo is eigenlijk een hele hechte groep, ja, hier in de Nutslaan ontstaan. Hij is altijd bij ons gebleven, ja. Ja. Mevrouw, ja, Meijer, heeft u nog een bijzondere anekdote over de Nutslaan? Nou, we hadden vroeger, het was in de oorlog, was al het water afgesloten. Maar wij zaten bij de toren en dus wij hadden altijd water. En ik kwam het hele dorp met melkbus water halen bij ons. En dat was nog niet uit de kraan, hè? Dat ging uit de kraan. Ja. Ja. Dus het was drukte van belang hier in de Nutslaan in die tijd. Ja, ze hadden allemaal, hier liep iedereen die kwam. Ja. En werd er dan niet een stokje voor gestoken door de Duitsers? Nou, het werd altijd gedaan in de tijd dat je eigenlijk buiten mocht. Maar meestal is het donker was. Stiekem. Ja, stiekem. Ja. Ik ben nog even benieuwd naar die volkstuintjes waar het eerder over had. Is er nog een volkstuin? Nou, er is nog één tuin, die is van mijn broer. Die heb hem gekocht. Nee, is van je zoon. Van mijn zoon. Van mijn zoon. Ik heb geen broer meer. Van mijn zoon. Die heb daar nog een tuin. Het schuur. Ik heb heel lang getuind op de tuin van mijn buurman. Maar ik kan het niet meer. En mogen we straks even gaan kijken bij uw zoon's tuintje? Ja. Mevrouw Meijer, ontzettend bedankt. Ja, graag gedaan. Oké. Okay. Ja. We zijn hier dan bij het volkstuintje van Thomas. En Thomas is de oudste zoon van mevrouw Meijer. Maar Thomas is er niet, hè, mevrouw? Nee, dat is jammer. En u bent een dochter van mevrouw Meijer. Ik ben Gerda. Gerda. Dit is dus het laatste volkstuintje. Want er zaten vroeger geen tuintjes achter de huisjes in de Nutslaan. Nee, dat was meer schuren met beesten. Dus... En toen werd er dus een... Dit was allemaal tuin. Allemaal zulke percelen tot achter en toe. En deze kant ook. Okay. Want mijn vader had daarachter ook nog een tuin. Oké. Okay. En dat was eigenlijk... Bestond het om gewoon zelf groenten te kunnen... Ja, dat is groententuin. Echt alleen maar groenten. En ook al dan in die oorlog? Ja, waarschijnlijk wel, ja. Wat weet u zelf als kind dan verder van die volkstuintjes hier? Nou, dat we daar 's avonds helpen moesten met alles natuurlijk. Hè? Want al die onkruid, dat moest er allemaal door. Mijn vader was Pietje precies natuurlijk. Ja. En aardappels rooien, hè? Hij spitte het eruit en het werd opgegooid. En wij op ons knietjes rapen in manden en bakken. En kleintjes apart en grote ook apart. Oké. Dan tuinbonen plukken en doppen in de tuin. Ja. Uw moeder zei net, ik kan mijn eigen tuintje niet meer bijhouden. Welk tuintje heeft ze het dan over? Nou, dat is dat verlengde daar van mijn broer, waar al dat riet begint te groeien. Ja, dat oude schuurtje staat er nog. Okay. En daar was een hele bramenstruik, daar heeft ze zo gezeten. Altijd zat ze daar, maar dat gaat gewoon niet meer. Nee. Thomas kan het ook niet meer bijhouden, twee tuinen. Ja. Dat kan niet meer. Jullie gaan lekker een kropje andijvie van Thomas, ja. He, heet hij. Ja, Thomas, ja. Ja, de andijvie ligt er goed bij. En ik heb nog één vraagje eigenlijk. Hmm? Ik zie daarachter dat groenige, ja... Nou, ik weet niet wat doen. Ik zou u niet kunnen zeggen wat het is.
het, ik zou het niet weten. Ja, want weten. Koek, dat was Sloobedrijf. Die sloop al de trein allemaal. Oké, ja, want die spoorlijn die liep hier ook achter. Ja, dat is spoorhuis. Ja, dat is het oude spoor. Dan had ik altijd als droom, want vroeger als kind wilde ik altijd in het spoorhuis wonen. Ja, het is prachtig. Belachelijk, hè? Maar dat heb ik altijd nog het gevoel met een spoorhuis. Ja, ik dacht, dan ga ik wonen als ik groot ben. Ik nog toch nooit. Nooit gedaan. Maar dat hebben ze nog niet zo lang geleden gezet. En met die storm waar die plaat afgewaaid in Toomse tuin. Dat heeft u al verteld. Ja. Want het is nou weer dichtgemaakt. Maar wat erin zit, weet ik ook niet. Ik heb geen idee. Nee, je kunt er niet komen, ze in de sloot. Nee. Nou, ik zou zeggen, we kijken nog even hoe je een kropje gaat snijden. Ja, dat mag jij doen. Want ik heb moeder voeten. We komen terug uit het volkstuintje van de familie Meijer en we springen nu even terug in de tijd naar het gesprek wat we afgelopen zomer hadden met een andere bewoner van de Nutslaan, namelijk Frans Okkersen. We staan hier op de Nutslaan. En we staan hier naast Frans Okkersen. En de Nutslaan, Frans, is altijd een straatje. Dan sta ik hier te wachten op de industrieweg met mijn auto. En dan kijk ik altijd een beetje naar links en denk ik, wat een leuk straatje is het eigenlijk. Ja. Kun je het begrijpen? Ja, ik kan het wel begrijpen. Daar heb ik ook het huisje voor gekocht. Omdat ik het ook leuk vond natuurlijk. En het ziet er altijd zo mooi uit. En ik denk dan altijd van, waar zou dat straatje nou voor geweest zijn? Kun je daar iets, weet je dat toevallig? Nou, ik weet er niet alles van, maar ik weet wel dat het de Nutslaan was vroeger van het Nut van een collega. Was van het Nut en ieder had dus zijn eigen volkstuintje ook achter in de laan. Er is er nou nog één die heeft dan een tuintje achter in de laan en de rest, ja, dat is allemaal een beetje overgegaan. Dus het is waarschijnlijk iets van een soort laantje geweest waar mensen die hier iets van werk deden, is neergezet? Waarschijnlijk is dat door Verwij, is dat vroeger allemaal een beetje op touw gezet hier. Die drukkerij Verwij, dat het hier dit laantje een beetje gebouwd is. En dus de arbeiders zeg maar, van de drukkerij, die werden hier een beetje gehuisvest als het ware? Waarschijnlijk wel, ja. Ik weet niet precies of ze allemaal van werk deden of ze allemaal bij Verwij werken, maar dat durf ik niet te zeggen. En hoe oud is dit laantje ongeveer, weet je dat? Nou, ongeveer 100 jaar. Ja, ongeveer, ja. Want de papieren zijn er niet meer van, dat is, schijnt verbrand te zijn op het gemeentehuis vroeger. Hoe is dat? Nou, ik heb verhaal wel eens gehoord van dat ze in de oorlog het archief in de brand hebben gestoken. Omdat ze niet meer konden weten wie was. En dat dit een beetje meegebrand is. Dat het verzet wilde niet dat mensen werden meegenomen door Duitsers. Nee, zoiets zal dat geweest zijn, ja. Maar wat ik dan ook altijd denk als ik hier sta, die watertoren. Dat intrigeert me ook altijd. Zullen we hem eventjes lopen door naar achter? De watertoren, Frans, die staat er ook al. Hoe lang weet je dat? Nou, ik dacht dat die eind 30e jaren, begin 40e jaren is gebouwd. Dat die deze, de watertoren. Hij is 40 meter hoog ongeveer. Ik ben er ook wel eens in geweest. Illegaal, want hadden ze de sleutel aan de buitenkant laten zitten. Ik ga maar even kijken. En waar was het nou voor in gebruik, een watertoren? Nou, dat was vroeger om het water op druk te houden. Er zit een groot expansievat in, een betonnen kuip zit erin. Daar zat water in en die hield de leiding op druk. Zodat de huizen die hoger gelegen lagen ook water krijgen natuurlijk. Dus jullie hadden het goed stromend water hier in de Nutslaan? Ja, we hadden stromend water in de Nutslaan, ja. Want ik heb er nog een boekje van en er staat erin dat er verderop in het dorp geen water was, dan kwamen ze hier water halen. We zijn natuurlijk altijd ook benieuwd hoe het binnen eruit ziet. Nou, mogen we eventjes mee naar binnen? Kom maar verder. Oké.
Oké, okay, maar dit, het ziet er prachtig uit van binnen, Frans. Het is echt... het ziet er niet uit alsof het 100 jaar oud is. Ja, het is wel heel leuk, die balken. Ja, ja, ja. Dat heb ik er allemaal zelf in gemaakt en alles. Oké, okay. Oké. Okay. Ja. Je hebt pas geleden op de brandweer, open dag geloof ik dat het was, een film gekocht. Ja, 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 van de historische vereniging van Meidrecht. Van de jaren 50. En er staat dus... allerlei dingen van Meidrecht, toen wandelverenigingen en schaapmansplantsoen, maar ook een stukje van de Nutslaan stond er toevallig op. Want ik wist niet wat ik kocht, maar dat vond ik toch wel erg leuk, hoe dat vroeger zo was hier. Kun je hem even laten zien misschien, die film, Frans? Nou, ik zal hem eens even opzoeken en zo even kijken of ik het apparatuur in de gang krijg, want daar ben ik niet zo handig mee, maar ik ga het proberen. Nee, oké, nee, wachten we eventjes op. De meeste filmpjes voor de kleinkinderen. Aha, ik zie ze al, ja. Hier heb ik het. Meidrecht jaren 50, dat moet hem wezen. Oké. Okay. Nou, dan gaan we dat eens proberen. Hè. Even ietsje sneller doen. Even kijken. Dit was, kijk, dit is de Nutslaan. Ja. Even ietsje terug. Ja. Er staat een vrouw heel gezellig te lachen. Kijk, hier begin ik hier, dit is de watertoren. En dat is de industrie. Dit is een Nutslaantje al daar. Dit is dit spoorhuis. Het station, wat jou dat witte spookhuis zo gezegd. Ja. En dit is de Nutslaantje. We zetten hem even op stop. We zetten hem even op stop. Ja, dit is de... Oké, dus dat is uw huis hier. Ja, ja. De boompjes staan er ook nog steeds. Ja, nou, het zijn inmiddels wel nieuwe bomen, hoor. Oh. Want we hebben een riolering gekregen. Want vroeger hadden ze nog geen waterleiding hier. Hadden ze waterputten. Een put. En die zit er ook nog wel onder de grond. En daar zat een septic tank en die liep over in de sloot. Want je had geen afvoer ook natuurlijk, geen riolering. Want je ziet wel, hier liggen ook nog geen straalsteentjes in, niks. Hier liggen helemaal geen stoep in. En vroeger was het alleen grind er in de laan. Ja, allemaal oude mensen die in de Nutslaan woonden. Wie het allemaal zijn, weet ik niet hoor. Kijk, er zijn die tuintjes erachter. Ja. 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 Leuk daar. Mooie krulspel in. Zo ging dat vroeger, hè? Ja. Ze wilden toch voor de camera met de krulspel. Ja, ja, ja. Nou ja, het leven was goed volgens mij toen. Ja, ik denk het ook wel. Ja, wel ja. Dat is echt zo'n buurtje. Ja. Ja, dat was vroeger ook nog zo. Toen wij hadden we echt, was het veel hechter, want toen waren we... Zondag s'avonds zaten we altijd met z'n allen op de brug en dan wist iedereen van alles en het was altijd even gezellig. En, maar het is helemaal over, dat wil niet weer. Ik weet niet wat het is. Een hoop nieuwe bewoners misschien? Ja, een hoop nieuwe bewoners, ja. Ja, ja, daar hebben we al een aantal gewoond hier hoor. Dat wisselt nog wel eens. Nou Frans, het is heel leuk om op deze manier wat meer te weten te komen over de Nutslaan. En heel erg bedankt voor je informatie over de Nutslaan en voor het kijkje in deze prachtige laan. Nou, graag gedaan. Oké. Okay. Ja. Ja. Ik sta hier bij het oude spoorhuis in Meidrecht en ik ben hier op bezoek bij mevrouw Griffioen en meneer Griffioen. Goedemiddag. Nou, we zijn natuurlijk allemaal heel nieuwsgierig naar de bewoners van het prachtige oude spoorhuis. En nou, ik hoop dat jullie wat meer erover kunnen vertellen. En zullen we dan ook even rondom het huis gaan lopen? Dat is goed. Ja? Want ik ben eigenlijk heel benieuwd. Hoe lang woont u hier al? 34 jaar. 34 jaar. En was dit pand toen nog in gebruik als stationsgebouw? Nee. Station niet. Nee, het was een bedrijf was hier toen, van de firma Koek. Oh, dat was het sloopbedrijf, hè? Dat was dat sloopbedrijf. Ja. En die hebben dit pand toen gekocht. Okay. En nou is het verkocht aan de gemeente, want dat bedrijf van Koek is opgehouden. Oké, dus in 2002.
En u woont hier, maar u bent niet de eigenaar, want dat is dan de gemeente? Nee, dat is de gemeente. Oké. Ja. En u mag hier dan nog dit gedeelte huren? Ja. Oké. Want is het een monument, dit gebouw? Het is een monument, ja. Oké. Okay. Dus gemeente, hoor. Dus het zal altijd blijven staan, denk ik, hè? Dan als nou, dat denk ik wel, want het bestaat nu een eeuw. Is het echt een... Het is een eeuw oud. Ja. Oh, oké. Okay. Ja. Oké, okay, en ik zie dat ze het prachtig aan het schilderen zijn. Was hoog tijd volgens mij. Het was hartstikke hoog tijd. Ja. Zullen we eventjes een stukje eromheen lopen? Want, dat is goed. Dit is zeg maar, wat was dit voor gedeelte? Weet u dat nog in de tijd van het stationsgebouw? Dit was een ingang van het station. Hier. Waar die ramen zijn, ja? Dat was de ingang. Oké, dus hier was de... Het loket. Ja. Hier even, daarachter heb je de gang, dan ging je naar de derde klas wachtkamer. En daarachter, daarvoor, was de eerste en tweede klas wachtkamer. Dus dat was ook nog verdeeld, de eerste, tweede, derde klas wachtkamer. Dat was verschil, hè? Ja. Ja. En woonde u in deze tijd niet in het stationsgebouw natuurlijk, maar wel in Meidrecht? Ja. Waar woonde u? In Bozenhoven. Op Bozenhoven, ja. Oké. Okay. Met uw vrouw ook al toen? Nee. Toen was ik toch zo. Oké. Okay. En heeft u in die tijd ook nog wel gebruik gemaakt van de trein? Ja. Jawel. Ja. Want wij hebben elkaar in de trein leren kennen. Nou, dat vind ik helemaal leuk. Ja. Vertel dat eens. Nou, ik werkte in Amsterdam bij een familie. En hij werkte voor de firma Koek. En die deden in de oude RAI slopen en... want het was een sloopbedrijf. Van de Duitsers. En we gingen dus alle twee met dat boemeltje mee. En zodoende hebben we elkaar leren kennen. Gewoon in een coupé en een beetje kijken naar elkaar. Ja. Geweldig. We staan hier nu dan aan de achterkant, hè, waar de ingang was. Ja. En zullen we eventjes naar de voorkant lopen. Okay. En deze trap, is die er... Nee, die was er van niet. Van origine? Nee, die was er niet. Die is, een soort brandtrap, of niet? Ja. Die is er verbrand, daar moesten wij dan overheen klimmen, grappig hè? Ja, nou dat is, wordt spannend dan hè? Dat betekent niet zo nauw, denk ik. Want toen was die er niet. Nee. Toen die chef erboven woonde. Oh, woonde de chef erboven? Ja. Oh, oké. Okay. Die woonde dus in ons huis. Het was allemaal heel anders. Ja. Nou, we lopen eventjes door. En dan kijken we even of de trein eraan komt. De rails ligt er geweest meer. Nee. Nou, hier was natuurlijk het perron, denk ik, hè? Ja, dit was het perron. Ja. Waarschijnlijk wat hoger, denk ik. Niet zo ver doorlopen. Nou, nee, die was niet zo hoger. Maar net als lager. Oké. Okay. En dus hier had je het perron en daar waren de rails. De trein. Ja. Nou, ik wil toch nog eventjes terug in de tijd. In welk jaar kwam u hier wonen? 74. In 1974. 73. Nou ja, op één jaar zal het niet. En toen reed de trein natuurlijk. De goederentrein reed die nog. Die reed nog wel. Ja. Oké. Okay. Die ging hier dan naar de Jonsson en naar Indischit en zo. En daar haalden ze allemaal vracht op. Oh, oké. Okay. En wanneer dat gestopt is, dat weet ik niet precies. Nou, het is een. 57 is goederen of personenvervoer gestopt. Ja. En toen, nou, is 57, maar toen woonden wij nog niet hier. Maar de Jonsson was er toen al. Dat gewone personentreintje, nog in de tijd die elkaar heeft ontmoet. Waar stapt u in? In Vinkeveen. Want u woonde in Vinkeveen? Ik woonde in Vinkeveen. Oké. Okay. En u moest naar uw werk in Amsterdam? Amsterdam. Oké. Okay. Ja. En waar stapte u in? Hier. Hier, bij dit station. Ja. En in welke wachtkamer zat u? 1, 2 of 3? 3. Wie zat er dan in wachtkamer 1? De beter gesitueerde. De burgemeester of zo? Ja, of die, die een kaartje eerst in tweede klas kochten. Okay. Die moest even meer betalen. Oké. Okay. En wat kostte toen een kaartje? Ja. Geen idee. Een paar cent of zo? Ik had een weekkaart en ik dacht dat die toen 4,95 was. Guldens, hè? Oké. Okay. Ja. Oh, fijn. Dus u stapte... Ja, dat is ongeveer 80 cent, denk ik. We betalen. Geen idee, Anton. En, dus u stapt hierin? Ja, dat was ook een week aan natuurlijk, want we gingen ook iedere week. Ja.
Ja, dag in dag uit natuurlijk. Ja, ja. Maar was hier veel commotie bij dit station? Ja, er gingen heel veel mensen met de trein naar Amsterdam. Ja, ja. En naar Uithoorn en naar Utrecht. Want dan ging hier weer naar de Nieuwe Sluis. Moest je overstappen en dan ging je op die trein naar Utrecht. Ja. Dus het was eigenlijk een drukte van belang. Het was echt wel. Jawel. Ja. Want hier dan was het dan niet zo... Als je daar naar Uithoorn kwam. Oh, daar kwamen er zoveel dan in. Dan werd je helemaal vol en dan moest er wagens bij. Ruimtekort. Ja, we waren allemaal van jonglui op die in Amstelveen werkte en zo. Oké. Okay. Zou je echt voor ons dat we hadden? Dat weet ik niet. Oh, dat is heel aardig inderdaad. Maar hoe heeft u dat nou met haar aangepakt? Dat u zag haar en u dacht waarschijnlijk van, oh wat een leuk meisje. Of, Nou, het zal wel, hè? Ja, ik denk het, ja. U weet het niet meer. Nee. Nou, we gingen voor het eerst uit. Toen vroeg je of ik meeging. Was er een bevrijdingsfeest in Amsterdam. Het eerste jaar na de bevrijding was dat. In mei. En dat was in het stadion, in het Olympisch Stadion. Ja. En toen had hij mij mee uitgevraagd. En dat hebben we gedaan. En zo is het langzaam gekomen. Ja. Ik was net bij het volkstuintje hier vlakbij van de familie Meijer. En toen vroeg ik daar aan de dochter van mevrouw Meijer. Dat groene gebouwtje wat daar staat, dat nieuwerwetse ding. Weet u wat dat is? Nou, dat is het oude gebouwtje met de toiletten erin. Waardoor de mensen van de trein altijd gebruikt werden. Oh. Voor de passagiers was dat. Waarom hebben ze dat? Het valt zowat in elkaar, maar ze wilden het niet. Er zijn mensen die ijveren ervoor om het te houden. En ze wilden dat opknappen. De kolen voor de kachels, die hier stonden. Er zijn allemaal kachels in. En die grote oude salamanderkachels. Ja, oké. Okay. En daar waren die kolen. En de twee toiletten waren er, heren en dames. En dan was er een gereedschap voor de mensen van het spoor. Dat stond erin. Oh. Dus het is waarschijnlijk gewoon bescherming of iets voor weer invloeden. Nu. Ja. Want anders stond het echt voor. Ja. Dus. Nou ja, goed. Heel erg bedankt voor jullie gesprek. Okay. En jullie informatie over het spoorhuis. Goed, hartstikke bedankt. Oké. Ja. Oké. Okay. Okay. Thank you.